Kim, waarom vind je het zo belangrijk om geld in te zamelen om duurzame mode onder de aandacht te brengen? Ik vind het belangrijk omdat ik graag zou willen of graag voor me zou zien dat het blijft bestaan en zich door blijft ontwikkelen. Ik denk dat het nu wel tijd is voor ons allemaal om eens te kijken wat er onder de surface ligt. En om te zien wat voor positieve dingen we kunnen doen met duurzaamheid. Ik kom zelf uit de fashion-industrie. En ik maak mij natuurlijk ook schuldig aan fast fashion. Ik ben model, dus ik kan niet altijd zeggen van een klant, nou, ik ga dat niet aantrekken. Dus probeer ik op deze manier het te compenseren door mijn steentje bij te dragen, een eigen initiatief te nemen om de duurzame fashion te blijven stimuleren. Voelt dat niet een beetje hypocriet dan? Nee, juist niet. Want ik kan nu zelf ook meer aangeven wat ik wel en niet wil dragen tijdens de shoots. Met onder andere niet alleen met kleding, maar bijvoorbeeld ook make-up en huidverzorging. Ik gebruik zelf al jaren geen make-up meer wat op dieren is getest of waar dierlijke producten in zitten. En nu zijn er gelukkig ook visagistes die alleen maar met diervriendelijke make-up werken. En ja, zo kun je ook met stylistes werken die zich vooral focussen op duurzame mode. Er zijn natuurlijk heel veel merken die eigenlijk niet zo bekend zijn en daarom hebben wij eigenlijk House of Movements gestart om bedrijven of bedrijven en merken met een groen hart een podium te geven om daar PR en content voor te maken. Kijk, je kan niet 100% nu helemaal groen gaan leven of donkergroen zijn. Dat is voor heel veel mensen gewoon niet haalbaar. Ten eerste weten heel veel mensen niet waar ze zouden moeten beginnen. Het is financieel niet altijd haalbaar. Alleen je kan natuurlijk wel creatief zijn om te kijken van oké, wat heb je nog? Wat kan je daarmee doen? Hoe maar kan dat, je dat combineren? Dat is toch de uitdaging en dat vind ik ook zelf zo lastig. Ja, het is ook een duurzaam bezig zijn is een levensstijl. Ik denk dat dat gewoon echt een onderdeel van je leven moet zijn. Ja, maar we hoeven niet allemaal natuurlijk alleen maar duurzaam te zijn. Het feit dat je inderdaad eens even in je kast kijkt of je die kleur niet al hebt van dat shirtje is natuurlijk gewoon heel normaal en kost alleen maar minder geld. Als je het uit je eigen kast haalt. Ja, weet je wat het is? Duurzaam, dat hoeft niet per se altijd duurder te zijn. En dure kleding hoeft niet altijd in principe beter te zijn dan goedkope kleding. Ja. Je moet jezelf gewoon echt goed gaan onderwijzen in waar het product vandaan komt en hoe het tot stand is gekomen. Ja.